Maak je het nog mooier zien. Ja, nou, we staan in de kelder en hier was vocht. Je kan het hier nog een beetje zien. Iedereen kent natuurlijk wel, hè, dat afbrokkelen van een stuk werk. En jij zegt, ze hebben geïnjecteerd? Ja, ze hebben schuin binnen naar de naad erin gedraaid. Ja. En toen onder heel hoge druk, met een soort van nog veel vloeibaardere purschuim als normaal, ja, hebben ze het geïnjecteerd. En dat is wat er een beetje uitkomt. Ja, en dan zie je ook waar het eruit komt en op de plekken waar het eruit komt. Op de naad komt er heel veel uit. Dus dan kun je ook echt zien dat het op de plekken waar het niet goed dicht is, dat het naar buiten komt. En dan laten ze het één dag drogen en dan werken ze het netjes af. En hoe diep was het hier inge... Nou ja, op plekken was het bijna gewoon vlak. En ja, op andere plekken was het een paar centimeter naar binnen. Ja. En ze geven er 10 jaar garantie op. Op gewoon dat het niet meer gaat? Op dat het niet meer lekt. Maar ook niet gewoon tekenen van lekkage. Juist. Ja, juist. Mooi. Cool. Beetje meer licht materiaal. Nee, het is gewoon net echt pur, hè? Ja. Dan zijn die eens echt helemaal hard. Ja, maar als het inspuit, als je ermee begint, is het al heel anders als pur. Want het is bijna...